iedereen kan haken. We gaan vandaag deze hele leuke vennen trui haken. Hij haakt heel makkelijk weg en we gaan snel beginnen. Ik heb de foto's al op het filmpje hier gezet en ik zou zeggen heel veel kijkplezier en ik hoop dat je hem haakt en zet dan de hashtag erbij. Iedereen kan haken en hashtag vennen trui. Ik zou zeggen veel kijkplezier en ik zie je zo weer terug. En dan zeg ik alles, hoeveel dat je nodig hebt, hoeveel wol en hoe mooi dat hij wordt. Dat ligt eraan hoe ver dat jij die trui haakt. Maar ik zou zeggen haak lekker mee en dan gaan we beginnen. Duimpjes omhoog, abonneren, altijd leuk en tot zo! Je hebt nodig de fennawol van de Vibra. Hij kost op dit moment €1,99 en hier zit 100 gram op. Het is 100% acryl en de lengte, er zit ongeveer 236 meter op per 100 gram. Je kan het wassen op 30 graden en ik zal kijken een kleurnummer 85802. Even kijken of het hier beter op kan zien. Ja, ik krijg het heel moeilijk gefilmd. 85802. Het is echt een hele leuke wol van de Vibra voor dit bedrag en het is gewoon lekker zacht en soepel, het haakt ook heerlijk weg. Ik heb natuurlijk haaknaald nummer 4 gebruikt voor de trui. Ik zal onder deze video zetten hoeveel bollen ik nu nodig heb gehad, want zie je, ik vond de kleuren zo mooi en je hebt ze ook in andere kleuren. Zelf vind ik deze kleur het mooist die er doorkomt. Die hele mooie fuchsia, maar hij is ook, hij heeft een roestbruin, hij heeft blauw, daarna gaat hij door naar bruin en weer dit roestbruin, groen zit erin. Ik rol wel iedere bol eventjes om, zodat ik zeker weet van dat hij geen knoopjes heeft of rare dingen in zitten. En als je inderdaad losvalt zo, dan kan je beter eventjes eerst zorgen dat je een bolletje krijgt. Dus daar ga ik nu mee beginnen met dit bolletje maken van deze lekkere soepele fennawol van de Vibra. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Eventjes een goede tip: als je dus niet wil dat je ketting gedraaid zit, dan begin je eigenlijk eventjes met je haaknaald weer in de eerste steek te zetten. En dan hou je je ketting recht en dan pak je je lus weer op in je lus steken en dan ga je verder met tellen met de losse ketting, zie je? En dan krijg je in ieder geval geen gedraaide ketting. Dus dat is wel handig, want als je zoveel steken moet tellen, dan en je zet die ketting straks aan elkaar. Dus als je klaar bent, dan haal je die ketting zo door. Dus en dan is het vaak dat die gedraaid zit, maar als je zo verder gaat met je losse ketting, dus de gewenste aantal steken, dan zit hij niet gedraaid, want je hebt hem al zeg maar helemaal goed gezet zodat hij niet gedraaid zit. En als je dan klaar bent met je gewenste aantal losse, dan trek je je haaknaald door die lus door die eerste steek
en dan heb je geen gedraaide ketting meer. En dan begin je met 2 lossen. En als je je ketting gesloten hebt en 2 lossen, dan ga je op elke steek een half stokje zetten. Dus je steekt in, je haalt om en je haalt door. 3 lussen. Je steekt in, je haalt door en je haalt door. 3 lussen. Je steekt in, je haalt door en je haalt door. 3 lussen. En zo maak je de hele toer af. Dus de eerste toer is alleen maar 2 lossen en halve stokjes in elke steek. En dan zie ik je op het einde. Daar zie ik je weer terug. Tot zo. En op het einde van de toer, kijk, ik heb natuurlijk nu een kleine ronde gemaakt om sneller rond te zijn. Als je allemaal halve stokjes hebt gemaakt, dan ga je tussen die eerste 2 lossen in en het eerste halve stokje. Dus daar sluit je de toer. Ik ga gewoon hierin. Ik haal mijn draad op en ik haal hem door de lus. Iedere toer beginnen we weer met 2 lossen. Maar nu gaan we de boordsteek maken. En de boordsteek gaan we eerste toer gaan we stokjes maken. En dan begin ik hier in deze eerste steek. Hier gaan we stokjes maken. Dus we gaan deze toer op die halve stokjes gaan we alleen maar stokjes haken. Dus op elke steek 1 stokje. En dan zie ik je dadelijk op het einde hier. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu bij de laatste steek aangekomen van de stokjes. En we sluiten weer de toer hier tussen die 2 lossen en het eerste stokje in. Daar gaan we in. We halen de draad op en we halen door de lus. En dan heb je 1 toer stokjes gedaan. Dan beginnen we weer een toer met 2 lossen. En dan gaan we 2 relief stokjes aan de voorkant maken en 2 relief stokjes aan de achterkant en dan weer 2 aan de voorkant, 2 aan de achterkant. Dus je gaat in en je gaat om het stokje heen, je slaat om, je haalt je draad door en je maakt je stokje af door 2, door 2. Nog een keer omslaan en dan gaan we weer de voorkant erin steken. We gaan achter het stokje langs, je slaat om en je maakt je stokje af. Dan gaan we 2 achterliggende stokjes maken. Dus je gaat achter het stokje langs, je duwt hem naar achteren, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan gaan we nog een keer doen. Dus je gaat achter het stokje langs, je duwt je stokje naar achter, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. En dit herhaal je de hele toer. 2 voor, 2 achter. Ik zal nog even 2 voor doen. En nog even 2 achter, achterlangs, je duwt het stokje naar achter en je maakt je stokje af, omslaan, je gaat achterlangs, je duwt je stokje naar achter, je haalt je draad weer op. Het vergt even oefening, maar heb je deze steek door, dan krijg je een hele mooie boordsteek. En op het eind hier, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Nu zijn we op het einde gekomen. Ik ben geëindigd met 1 achterste stokje. En dat ligt natuurlijk aan hoe breed jouw middel is. Soms begin je met 2 of eindig je met 2 halve stokjes. Maar nu ben ik geëindigd met 1
achterste reliëfstokje, dat bedoel ik. En dan gaan we nu de toer sluiten tussen die twee lossen van de eerste in en het voorste reliëfstokje. Zo sluit je de toer iedere keer, je haalt je draad op en je sluit met een halve vaste. Je houdt je draadje zo iedere keer mooi naar beneden, ook als het je pand is. En nu ga je dus twee lossen de nieuwe toer beginnen. En nu gaan we ook alleen maar op de voorste reliëfstokjes twee voorste reliëfstokjes maken en op de achterste weer twee achterste. Dus je gaat weer achter je stokje langs. En je maakt twee voorste reliëfstokjes. Oh, sorry hoor, ik doe het eigenlijk te snel. Ik ben eigenlijk vergeten dat ik aan het filmen ben. Draad omslaan, twee achterste, dus je gaat achterin. Je duwt je stokje naar achter en je houdt je draad vast en je trekt hem door. Dan ga je omslaan door twee, omslaan door twee. Je slaat om, je gaat achter, steek je in, je duwt je stokje naar achter, je houdt je draad bij je haaknaald, je trekt hem door, door 2, door 2. En je sluit de toer zoals we net de toer weer gesloten hebben en dan haak je door tot 8 centimeter of zo lang als dat jij de boord wil hebben. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot straks! Ik heb lekker verder gehaakt, want hoe je de toer moet sluiten heb ik al uitgelegd. Kijk, en dan heb je je boord af en ja, hoe lang wil je je boord? Dit is toevallig de boord van de mouw, maar of dit nou de boord van de mouw of van de trui is, dat maakt niet uit. Deze is ongeveer 8,5 centimeter. Dus of het nou de boord van de mouw is of van de trui. Even de trui erbij pakken, moment. Kijk, dit is de boord van de trui. Ja, 8,5. Dus de trui maak je 8,5. En kijk eens hoe leuk dat deze steek is. Hoe mooi. Maar we gaan nu het patroon uitleggen. Dus het zijn eigenlijk allemaal waaiertjes. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. En daartussen zitten vier stokjes iedere keer. Iedere keer zitten hier vier stokjes. En als ik het tekeningetje erbij pak. Even deze weer wegleggen. Oh, deze mag blijven. Momentje. Nu zit ik hier eventjes met de wol in de weg. Ik zal het tekeningetje erbij pakken wat ik bedacht heb. Je begint iedere toer met twee lossen. Dan een gewoon stokje op de steek. Een gewoon stokje op de steek. Een gewoon stokje op de steek. Je slaat twee steken over. En je begint vijf stokjes te maken in één steek. Dan doe je twee lossen en je slaat ook weer twee lossen over. Twee steken bedoel ik. Twee steken sla je over. En dan ga je met 1, 2, 3, 4 stokjes weer verder. Je slaat weer twee stokjes, twee steken over. En je doet dan in de volgende weer 5 stokjes, twee lossen en je slaat twee steken over. En dan doe je weer 1, 2, 3, 4 stokjes. En dit herhaal je iedere keer. Dit is echt toer 1. Dus toer 1 is echt niet moeilijk. En dan gaan we beginnen met het patroon van de Fenna trui. Tot zo! We beginnen dus na de boord aan het patroon van de Fenna trui. En we beginnen iedere toer met 2 lossen. De eerste toer ga ik eerst eventjes halve stokjes maken. Dat is makkelijker, zodat je mooiere aansluiting krijgt op je boordsteek.
En een half stokje maak je zo. Je slaat om, je steekt in, je haalt je draad op, omslaan en je haalt ook 3 lussen. Dus deze toer is echt alleen maar even halve stokjes naar de boord, zodat je een mooiere dadelijk mooiere aansluiting krijgt op je patroon. En op het einde dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de toer met de halve stokjes en je sluit weer de toer tussen die losse en het eerste halve stokje in met een halve vaste. En we beginnen weer het patroon met 2 lossen. En wat ik net gezegd heb hier, we beginnen nu dus met 3 stokjes en we slaan er 2 over en we beginnen dan met 5 stokjes in 1 steek. Dus we gaan 3 stokjes maken en dan pak je ook echt die eerste steek. Drie stokjes. Dan slaan we 1-2 steken. Deze slaan we over. 1-2 steken slaan we over. En dan gaan we in die derde gaan we 5 stokjes zetten. Dus in deze hier gaan we 5 stokjes zetten. Dus 1-2 in de derde. Daar zetten we 5 stokjes. En dat is de eerste toer. Hebben we 5 stokjes gemaakt. Nu doen we 2 lossen. En dan gaan we 2 steken overslaan en gaan we weer met stokjes beginnen. Dus we doen 2 lossen in toer 1 en we gaan weer 2 steken overslaan. Dus we slaan 1-2 en hier in die derde daar gaan we een stokje maken. Dus we slaan 1-2 steken over en in de derde nu gaan we stokjes maken. En dan gaan we 4 stokjes in totaal maken, op elke steek 1 stokje. Dus de volgende hier weer 1 stokje. En op de volgende hier weer 1 stokje. En op de volgende weer 1 stokje. En dit gaan we de hele tijd herhalen. Dus we gaan weer 2 steken overslaan en we gaan 5 stokjes in 1 steek maken. Dus we slaan 1-2 over. En we gaan in de derde 5 stokjes maken. Goed, goed tellen. 1-2 in de derde. Hier gaan we 5 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5. En we gaan 2 lossen maken. 1-2. En nu gaan we weer die gewone stokjes maken, maar we slaan wel 2 steken over. Deze en die slaan we over. Dus in de derde, hier gaan we 4 stokjes maken. 1-2. Even kijken of ik goed insteek. 3, 4. Dus alleen eigenlijk in het begin maak je die 3 stokjes, want de eerste losse tellen mee. Dan sla je 2 steken over, dan 5 stokjes, 2 lossen, 2 steken overslaan, 4 stokjes. Dan sla je weer 2 steken over, 5 stokjes in 1 steek. 2 steken overslaan en 2 lossen en weer 4 stokjes. En zo herhaalt het hele patroon zich. Dus je slaat 1-2 steken over
en je gaat in die derde steek 5 stokjes maken in 1 steek. Je slaat 1, 2 steken over en in de derde, daar gaan we nu, oh sorry, we gaan eerst 2 losse maken, 1, 2, dan 1, 2 overslaan en we gaan 4 stokjes maken, in elke steek 1 stokje. En zoals ik hier nu geëindigd, kom ik hier eigenlijk uit op die losse ketting, dus het einde van de toer. En dan ga ik nog, omdat ik eigenlijk geen 2 steken overslaan haal, dan ga ik gewoon in die laatste steek, dus ik sla 1 steek over, in die laatste steek ga ik een waaiertje maken van even nadenken, nu 4 stokjes, omdat deze telt mee als stokje, maar dit is eigenlijk het eerste stokje, dus ik doe toch 5 stokjes, sorry, 5 stokjes in die laatste steek. En dit is 5. En dan sluit je de toer tussen die losse in en de eerste stokje met een halve vaste. En dit was toer 1. En dan zie ik je bij toer 2. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. Dan gaan we nu aan toer 2 beginnen. En toer 2 is weer 2 losse, 3 stokjes. En dan ga je weer 2 steken overslaan en je maakt weer 5 stokjes boven op het vorige waaiertje. En hoe dat je dat moet doen, dat zal ik nu uitleggen. Dan weer 2 losse en weer op elk stokje 1 stokje. Dan sla je weer 2 steken over en dan ga je weer op het waaiertje. Maar ik zal het even uitleggen, want toer 2 moet je eventjes door hebben. Maar als je het begrijpt, is het alleen maar stokjes en lossen. We beginnen dus nu met toer 2, met 2 lossen. 1, 2. En net zei ik inderdaad op elk stokje 1 stokje. 1, 2, 3. Want die eerste losse die telt mee. Dan gaan we nu 2 lossen maken, dus niet 8 naast het waaiertje, maar juist voor het waaiertje. We maken nu 2 lossen en we kunnen nu ook geen 2 steken overslaan, maar we gaan nu in het eerste stokje van het waaiertje, daar gaan we een nieuw waaiertje in zetten. Dus in deze eerste steek, ik heb 2 lossen gedaan, dan gaan we 5 stokjes inmaken. In diezelfde steek. Je vindt het in het begin misschien raar, maar het komt echt heel leuk op. 2 3 4 5 En dan gaan we nu helemaal, gaan we hier overheen eigenlijk, dit laten we eigenlijk gewoon zo zoals het is en dan gaan we gewoon hier op elk stokje een stokje maken. Dus je pakt gewoon het eerste stokje, daar ga je in en daar maak je een stokje op. Zie je, dan gaan die waaiertjes, 1 gaat links, 1 gaat rechts, 1 gaat links, 1 gaat rechts. Dus tweede stokje, derde stokje, het vierde stokje. Ik heb ook het patroon al uitgeschreven,
Dus wil je het patroon, kan je het bestellen via iedereenkanhaken@hotmail.com of via Messenger, via Facebook. Kijk, we hebben nu die toer 2, die stokjes op een stokje gedaan, die 4. En nu gaan we weer een baaiertje maken en we beginnen met 2 losse. 1, 2. En we gaan weer op het eerste stokje van het waaiertje, vorige waaiertje, daar gaan we 5 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5. Kijken of ik nog moet inzoomen, maar je ziet het zo wel. Dan gaan we meteen naar het eerste stokje van het groepje van 4. En dan sluit eigenlijk het waaiertje heel mooi. Je gaat gewoon op elk stokje een stokje maken. Dan gaan we weer 2 lossen doen naar die 4 stokjes die je gemaakt hebt, 2 lossen en weer 5 stokjes in dit waaiertje. In het eerste stokje. Hebben we 5 stokjes gedaan in 1 stokje, dan gaan we weer naar die groepje van 4 en daar zetten we op elk stokje 1 stokje. Twee lossen. In de eerste stokje van het waaiertje 5 stokjes. Dit is 5. En dan zijn we op het einde van de toer. Je kunt hier een steekmarker inzetten. Ik vind het zelf niet zo handig, want ik zie het wel. Maar als je het niet ziet, zet er dan een steekmarker in. Altijd handig. We hebben nu dus het waaiertje op dit laatste waaiertje gezet. En nu gaan we dus de toer sluiten hier tussenin. Daar steek je in. Je haalt je draad op. En je sluit met een halve vaste de toer. En dan krijg je echt een hele mooie sluiting van je toer, hoor. En dat komt ook doordat je hier dus nog een waaiertje tussen hebt gezet. Dus dit was toer 2. En dan zie ik je terug bij toer 3. Tot zo! En dan zijn we nu bij toer 3 en ik pak weer even het papier erbij. Je maakt 2 lossen en je zet 3 stokjes en dan ga je weer die waaiertjes en 2 lossen maken. Toer 3 is hetzelfde als toer 1, alleen leg ik nu even uit waar je dus het waaiertje moet maken. 2 lossen, weer die rechte lijn van die 4 stokjes, dan weer een waaiertje en weer 2 lossen. Dus toer 3. Je begint met 2 lossen. 1, 2. Dan op elke steek 1 stokje. Op elke stokje 1 stokje. 1, 2,
3. En dan kom je bij zo'n waaiertje aan. En nu gaan we, omdat we nu aan de rechtse kant een waaiertje gezet hebben, gaan we nu aan de linkerkant een waaiertje zetten. En meteen in die laatste. Even kijken of ik dichterbij moet laten zien. Even scherp stellen. In die laatste steek, in het laatste stokje van het waaiertje, daar gaan we 5 stokjes in zetten. Je kan de video ook langzamer zetten, zodat je het misschien beter kan volgen. Maar je gaat dus iedere keer verspringt dit waaiertje. Dus nu doe je, haak je het waaiertje aan de linkerkant, de 5 stokjes en 2 losse. Die mag je niet vergeten. Dus heb je het waaiertje aan de linkerkant, doe je na het waaiertje 2 losse. Heb je het waaiertje aan de rechterkant, dan doe je voor het waaiertje 2 losse. En dan gaan we nu weer op elk stokje een stokje zetten. Kijk, en dan kijk je ook echt 1, 2, 3, 4, dat je echt, dit is de juiste steek, dat je 4 stokjes maakt. 1, 2, 3, 4. En dan ga je weer je draad omslaan en je gaat op het einde, op het laatste stokje van het waaiertje, daar ga je weer een stokje maken. En dan krijg je eigenlijk vanzelf zo een schulpje, omdat je daar natuurlijk, eigenlijk komt hij een beetje ruimte tekort, maar dat geeft niet. Het patroon is heel leuk. Ik vind het ook heel fijn om te haken, omdat ja, je kan alleen maar stokjes maken en een paar los. En dat is het. 1, 2, 3, 4. En de laatste is 5. En dan natuurlijk nog 2 lossen. 1, 2. En dan weer. Zijn we alweer. Even kijken. Het einde van de toer zijn. Oh nee, we zijn er nog lang niet. Ik dacht we zijn op het einde van de toer, maar dat is niet zo. We gaan nu 4 stokjes maken. 1, 2, 3. 4. Als je dus 4 stokjes gedaan hebt, dan ga je weer in toer 3 naar het laatste stokje van het waaiertje. En daar maak je 5 stokjes op. 1, 2, 3. 4, 5 en 2 lossen. En dan ga je weer naar die 4 stokjes. Ik zal even tekenen. Als je dus die 5 stokjes gemaakt hebt, dan doe je in toer 3. Dan doe je dus eerst 2 lossen en dan ga je naar 4 stokjes. Die zitten dus op de vorige stokjes, die 4 stokjes. Dus toer 3 doe je ze 2 lossen en dan weer 4 stokjes. En dan ga je weer in het laatste stokje van
toer 2. Dus even kijken, toer 2. Dan is dit het laatste stokje. Daar zet je dus die waaier en je zet er 2 losse achter. En bij toer 2 heb je de 2 losse aan de voorzijde gemaakt. En zo herhaal je, dus toer 4 wordt dadelijk hier. Waaier. Weer 5 stokjes opdoen. Maar dan ga je ook inderdaad, net als toer 2, de losse voor het waaiertje doen. En je hebt hier dus 2 losse en 5 waaiertjes. En dan begin je weer. Je zet daarna weer, als je hiermee klaar bent, met die 5 stokjes, dan ga je toch weer iedere keer. Klinkt altijd heel raar, maar toch weer hierop 4 stokjes zetten. En toer 2 is hetzelfde weer als toer 4 en toer 3 is hetzelfde als toer 1. Zo ga je iedere keer de herhaling doen. Dus nu zijn we met toer 3 en ik zie dat ik hier lekker met stift op mijn witte tafel heb zitten schrijven. Maar dat gaan we dadelijk wel afdoen. 1, 2, 3, 4 stokjes dus weer. En nu gaan we dus, wat ik net zei, in het laatste stokje hierin van die 1 2 3 4 5 laatste stokje, daar heb ik al, even kijken, nee, 2 losse doen we dadelijk, dus eerst 5 stokjes. En ik pak even de tekeningen bij. Toer 3, die 5 hebben we net gedaan, 2 losse en dan 4 stokjes. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en 2 losse. En nu zijn we nu toevallig op het einde van de toer. En omdat ik dan die 2 losse te veel opening vind, doe ik nu nog, omdat je op het einde van de toer bent, doe ik daar geen 2 losse tussen, maar sluit ik de toer meteen na het waaiertje. Anders krijg je bij die naad waar je over gaat hier te veel ruimte en dan zie je dat je hier met een nieuwe toer bent begonnen. Dus dit was toer 3 en ja, toer 4 is hetzelfde als toer 2. Dit is dus het patroon en ik pak nog eventjes het patroon erbij zoals het eruit ziet. Zie je? Dus de waaiertjes verspringen en de stokjes blijven gewoon boven elkaar lopen. Dit is de eerste deel van de Venna-trui en ik zie je graag bij de tweede toer terug. Ik zou zeggen, of bij de tweede gedeelte, ik zou zeggen graag op mijn foto klikken, duim omhoog en bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Tot ziens!